Nou, na een avondje fietsen 2 jaar geleden hadden we 3 bokken. En dit jaar hebben we 2 kunnen bemachtigen. Deze ochtend lijkt hoopvol. Er is nog weinig bewolking in de lucht. Op de eerste tonen kwam deze jonge bok tevoorschijn. We beoordelen hem als een jonge toekomstbok. Laten we hem mooi lopen. Deze jonge vos is nieuwsgierig van mijn tonen. Hij komt steeds dichterbij. Hij was zo nieuwsgierig geworden dat hij tot aan de hoogte kwam. Daarna kwam hij in mijn wind en vluchtte hij weg. Zo, we zijn net op het eerste plekje even geweest. En daar sprong eigenlijk al redelijk snel een bok. Was die nog te jong en te sterk, dus die heb ik laten lopen en heel eventjes doorgefiept en toen kwam ook nog een vos even op de fiep, helemaal van achteren. Hij verdween op een gegeven moment en toen kwam hij in één keer vlak voor me. Dat was wel grappig. We gaan naar het volgende plekje, het begint inmiddels een beetje te regenen, dus echt lekker is het niet, maar we gaan kijken. Jammer genoeg bleef het die ochtend regenen. Die avond klaarden het op en probeerden we het nogmaals. Die avond gebeurde er niet zoveel. We hadden op meerdere plekken geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Maar dan wordt het ineens spannend. In de dekking zien we beweging.
Zo. Waar ik mijn zeil. Ja, dat is dan. Die was heel lang. Die was af en toe even voetsie. Die was heel even voetsie. Ja. Hoi. Je ziet hem zo omhoog. Ja? Ja, mooi. Het schot staat erop. Ja, het schot. Ja, maar ik heb jou de. Ik heb niet vaak, maar nou wel, het duurde me wat te lang. Ik werd zenuwachtig toen ik dacht, nou, nu gaat hij. Ja. Nee, makkelijk. Nee, dat was goed. Alleen. Maar er sprong eerst een andere ree weg, hè? Ja, maar die zag ik. Want er ging er nog eentje naar links. Ah, daarvoor, ja. Voordat ik hem in beeld had. Oh. Ja, zie je, een hele avond helemaal niks. Hey. En hier en dan. Er was die avond nog tijd over. Na het ontwijden proberen we het op een andere plek nog een keer. Helaas, zonder resultaat. Maar dan zien we in de verte deze bok staan. Hij past voor ons in het afschotplan en besluiten hem te benaderen.
Waar is, even die rode band. Die nou waterbok. Het is allemaal schoon regenwater. Ja, dat klopt. Zo. Naar een avondje fietsen. 2 jaar geleden hadden we 3 bokken. En dit jaar hebben we 2 kunnen bemachtigen. Waarbij eentje wel uitzonderlijk goed is en houdt. En die andere past eigenlijk ook in de schildpadden. Het was weer een super avond. Dat leek er niets op. Dit jaar is er eigenlijk veel regen, veel wind. En voor het eerst nu een beetje mooi weer. En nou, meteen de kans gepakt. En ze sprongen iets beter dan de afgelopen dagen. Dus, het is een mooie Wijdmans Heil. Nou, het zit erop. Ja, lekker man. Weer een mooi avondje. Springen niet zo goed, maar wel gaaf. Ja, dat is echt gaaf. Ja, precies op tijd, klopt allemaal. Ja. Mag elk jaar wel brons zijn. Ja, 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 allemaal komen. Ik vind het gek op. Zo, goedemorgen. We hebben net even een bakje koffie gehaald. En we gaan voor mij denk ik de laatste ochtend proberen op de bokken te vliegen. Vandaag ga ik zelf niet jagen, hanteer ik niet het geweer. En begeleid ik mijn vader. En het is nu 5 augustus geloof ik. Dus normaal gesproken moet het wel prima gaan. Maar dit jaar is het gewoon heel lastig. Mede door regen, wind en dat soort dingen. Maar we kijken even, het is nu vandaag redelijk droog, het waait wel hard. En we zullen zien. Het is vroeg. Ja. Het is goed. Wijdmans, hè? Ja, ik weet niet of hij er ligt. Ja, dacht dat hij wel tekende, dus... Dacht ik ook, ja. Was het een grote? Hè? Was het een grote? Wat doe je dus? Nou, dat was... Het duurde iets langer. Ik dacht, nou, dat kijk komt niet meer. Ja, hij is er nog niet binnen, hoor. Nee, maar goed. Hè? Maar goed. Aan zijn bouw zag ik dat het wel een bok was, maar ja, kon niet zien of hij wat... Ik heb goed gezien dat het een bok was. Ja, okay. Ja, ik kon niet goed zien. Dus, volgens mij wel wat ouder, dacht ik. Dus, hoog opzet. Hoog, oké. Okay. Nou, we hebben 10 minuten gefiept en toen kwam de bok al. En we gaan even naar het aanschotplek, dus we gaan even kijken. Ik had niet het idee dat hij meteen heel erg tekende, maar we gaan zoeken. Zweet. Ja.
Ja, dat kan. Maar ik weet niet of je hier... Anders haal je de auto vast op. Ja. Heb het. Bronst 2023. Ik persoonlijk vond het een moeizaam jaar, mede door het slechte weer, wind, regen en kou. Ik heb wel mooie herinneringen gemaakt. Door het slechte weer sprongen de bokken minder. Ze kwamen nu veel langzamer en soms duurde het lang. Dit gaf juist wat meer extra spanning. Wat blijft zijn de herinneringen die wij koesteren tot bladtijd 2024. Op naar die mooie, zoele zomeravond.